Hallo kijkers van Shine Sparks, op mijn nieuwe aflevering van Pokémon Scarlet and Violet. Cage Lock, surprise, met Nandoing! En ik word weer door zo'n fucking kuttaurus aangevallen. Dat is niet zo lekkering, maar lekkering! Even kijken. Ik zit op te shoppen. Shopping spree. Shopping spree. Flikker op! Tauros-ing. Doe even normaal-ing. Kijk, ik koop alvast... Echt fucking irritant, die Tauros. Maar echt. Ik koop alvast een metronoom en dan... ballen. Iets van 20 of zo. En dan heb ik nog geld voor potions. Hoppatee. Ja, Milan gaat lekker training. En dan ik ga whatever the fuck ik ga doen. Oh ja, whatever the fucking. Ja. Dat ga ik zeker in doen, ding. Misschien alvast eventjes naar dat nieuwe gebied hier. Dan kan ik zo meteen vliegen. Dus dat is dan weer het voordeel dat je niet wordt tegengehouden door trainers. Ik vind alles het voordeel dat je niet tegengehouden wordt door trainers. Ja. Het is niet zoals Paddy's Romek dat je bij elke hoek wordt tegengehouden. Ja, geen zorgen Arvin, we gaan die Titan nog niet doen. Die is nog net iets te sterk. Maar jij hebt de trainers voor de gym al gedaan, hè? Ja. Misschien dus is het voor mij interessant om ook dat alvast te doen. Ja, er was geen Magnemite. Oké, nog andere interessante Pokémonen? Eentje was Luxio. Mm-hmm. En de ander die had een Dynamo en een Flavie. Oké. Dus is nog wel redelijk te doen. Ik weet alleen niet wat het is met die Flavie, maar die Flavie zorgt er altijd voor dat mijn Pokémon geparalyzed worden. Altijd. Dat is Irritandering. Irritandering indeed. Kijken. Hier is die toren voor het vliegen. Daar is de Orbworm, waar we niet tegen gaan vechten. Kijk, hier is het torentje. Daar zit Mark Rutte in. Even Mark Rutte bezorging. Een bezoekje. Oh ja, je krijgt nu heel veel dialoog. Succes. Sandstorm. Sandringstorm? Sandringstorming. Niemand houdt van Sandring Storming. Oh, en dan ga ik Storming eruit knippen. En dan ga ik het opsturen naar Sander. Nee. Mm-hmm. Nee. I love Sandring. En dat weet hij. Mm-hmm. Dus hij weet toch gelijk dat het een grapje is van jou. Weer een kistje. What for dreaming. Oké, je moet even... Doe gewoon net alsof dit Pokepummel is en ik ga aanmeshen. Klik, 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 klik. Rare bone. Leave me Lanning alone. Nee, een rare boning. Op de. Op de. Yono. Leave me alone. Yoning. Yo no. Oh, niet vallen. Swift. Dat is wel snel. Toch wel interessant dat Swift en Quick Attack allebei snelle aanval zijn. Ja. Ja.
Moeilijk! Het is moeilijk om nieuwe namen te bedenken. Ja, in het Nederlands, ja. Maar ik bedoelde eigenlijk met moeilijk van waar Clavel zat. Oh ja, dat... Poeh. Nu moet ik tegen deze Rara Gosting vechten. Ja. Marty, zet uit. Lux Yowing. Lekker, Marty. Hij doet mijn intimidering. Krijgt de tering. Krijgt tering, intimidering. Moet je niet bij mij proberen, intimidering. Want dan ga ik jou intimidering. Nee, je kan de tyfus krijgen. Inderdaad. Yes. Een great ball. Oké. Maar die heb ik net gekocht, ding. Dit is toch niet normaal meer, ding. Nog een great ball. Pause for Dorian. Nu skip ik dat item wat daar lag. Kijk wat hier ligt. Een rare boon. Die kan je goed verkopen. Ik heb er denk ik al een stuk of 4 of zo. Oh. Dus dat is wel veel monies. Nog een great ball. Hier ligt er nog een item. Een revive. Daar heb ik dus op dit moment nou, voor jezelf wel wat aan. Ja, wel wat aan. Wel wat aan. Ik wilde bijna zeggen niks aan, maar... Wat liggen daar fucking veel items? Holy shit. Ja, dit wist ik nog van mijn playthrough. Hier zit echt mokerveel. Oval Stone hebben we niet zoveel aan. Pokédoll hebben we niet zoveel aan. Energy Root is handig. Pokédoll... Rare Bone. What the fuck. Dawnstone, dan weet je dat alvast. Als je Curly, Curly, Curly krijgt. Ja. Nog een keer vechten tegen deze loser boy. Echt zo'n beetje... Een Dino. Alle stones liggen hier. Oh. Echt bijna alle. Dan weet je dat ding. Oh, weer great balling. Heat rock. No way. Thunderstoning. Je hebt het zeker thunderstoned. Ik ben wel thunderstoned inderdaad. Maar ook wel van de Dr. Stone. Daar ben ik ook wel van. Ik ben een klein beetje verdrietiging. Hoe kan je nou een verdrietiging zijn? Nou, dat heeft niet met onze race te maken. Waarom? Omdat je geen deur hebt? Ja, dat... En dat Ans Fortnite speelt? Wie speelt Fortnite? Ans. Ans? Angelique? Ja, dat kan er bij jou in beeld. Oh, daar heb ik niet eens gekeken. Lol. Ik dacht al... Oh ja, jij kent ook natuurlijk Ans. Mm-hmm. Die heb ik al heel lang niet meer gesproken. Ik ook maar, niet. Maar ze heeft nu een eigen leventje, kids. Mm-hmm. Dus, nee, maar... Ik wil het hebben over mijn vrienden. We zouden dan sessie hebben, dat doen we eigenlijk bijna elke weekend. Mm-hmm. En ik vroeg, gaan we vanavond of gaan we morgenavond? En toen zeiden ze allebei niet ding. Ze zeiden in eerste instantie, nou ik kan wel zaterdag. Toen zeiden de andere twee, oh wij kunnen ook zaterdag. En toen dacht ik zo van, oh maar vorige week zei die ene guy dat hij niet op vrijdag kan, die nu zei. Dat hij op vrijdag kan. Of zaterdag. Mm. Dus nou ja, ik zie wel wat zo meteen. En ja hoor, komt hij zo net met... Ik bedenk me net, ik kan eigenlijk niet te morgen. Loser boy. Potverdorie. En ik wilde gaan trophy hunten met de PlayStation 5. Want ik wilde nog een game platinum halen. Maar... Twee van die gastjes die hebben geen plus meer op dit moment. En die zouden nog plus gaan halen. En zoals we vandaag zijn te weten gekomen, kost het 1000 euro.
Het kost wel... Nou, het is wel duur. Oh. Dat wil ik best wel toegeven. Mm. Het is wel duur, vind ik, voor online. Dit vind ik helemaal icing on the cake. Heb je Jumpluff? Ja. Lickery. Duskball. Is it accuracy? Het is wel lekker. Nu moet ik die Loser Boy nog een keer zoeken. Zoek hij de zit op een boot. Boy. Ja, hij zit lekker op de bootje. Lekker te varen. Moet ik nu meer toch tegen nog een Loser Boy of niet? Nee, dat was het. Gym test, find Mr. Walksabout, you passed, kaboom! You passed, kaboom! Kijken. Je gaat nog wat tegen wat trainers vechten? Ja, ik moet echt nog wel een beetje healing. Dat sowieso. Nee, ik bedoel, leveling bedoelde ik. Oh, eigenlijk. Leveling. Je kan ook nog dat gebied waar ik nu ben, daar zijn ook echt kapot veel trainers. Ik weet alleen niet welk level ze allemaal hebben, dus dat... Jij doet dat niet even testing voor Milani? Nou, kijk even naar mijn levels. Ja, die zijn hoger dan die van mij. Ja, ik... Ik kan het niet ding doen, ik. Dan ga ik sowieso over de level 30. Oh ja. Oh ja, Indurdationing. Indurdationing, in die ding. Anders had ik het wel getest hoor, maar... Yuki is aan het running. Lekker Yuki. Yuki is van het bijten. Ja, die vindt jouw vingers gewoon lekker, hè? Ja, maar zijn mijn vingers heel erg lekker, hè? Nou, hij heeft mijn vriendin ook al een keer gebeten, dus... Ja. Nee, dat was ook gauw hersteld hoor. Het was ook echt maar een klein beetje. Oké, durf ik dit of niet? Ja, jij durft het wel. Oké, let's go. Oh, hij gaat fake auto waarschijnlijk. Weet je wel wat hij gebruikt dan? Nee, maar hij zei iets over fake auto. Oinkeloin. En je hebt de fighting type, in ieder geval. And we trust in the arm. Arm trust. Oh, dat deed helemaal niks. Nice. Welk level is dat ding? Oh wacht, dat is meerdere keren, dat wist ik niet. Oeps. Ja, volgens mij is het lage move power, maar je doet het dan 2 tot 5 keer. Oh, dat deed veel damage. 23, dat valt wel mee. Wat deed dat ding? Ik weet het niet meer. Ah. Ben het alweer vergeten. Ik ben weer in de stad. In Charmeleon we trust. We trust in the Charmeleon. Charmeleon. What? Oh, Corvette, ja. Oké, ja, dat is 60 base power, dus dat is wel sterk inderdaad. Even kijken. Nee, natuurlijk niet. Ik ga vast daar de center pakken. Nee, natuurlijk niet. Het put. Switch! Of healing, ik weet niet. Doe wel even healing. Super potioning. Optain. Dick? Dan switch ik. Ja, switch wel, inderdaad. Na Jumpluff. Opting. Want ik ben een flying typing en die kan hij niet raken met dik. Green. En dan zegt hij zometeen, it's Jover. Loser boy. Komt die oring. Oink cologne is gone. Klap. Wat zei je nou? Ik zei klap.
Nog een oinkloon. Oké, okay, nu weten we het wel. Sleep power, bitch. Hoppatee, lekker slapen. Jij gaat lekker niks in doen, hè. Vuile tits. Vuile tits indeed. Oh, dat deed je wel weinig. Vuile tits en tets. Dats en tuts. Dats en tuts. Ja. Yeah. Even de berg af. Over de berg en door de bos gaan wij nu met u. Avoid the attack. Ja, wat een loser boy, hè? Ja. Maat, wat is dit voor een dievenspel? Ik ben boos, hè? Ja, dat snap ik wel. Wat een onzin. Dat hoort gewoon te raken. Zeker als je twee keer achter elkaar in doet. Inderdaad, ding. Vuile bedje. Oh, en doet hij ook nog. Nou, dit is wel misselijk maken, ding. Drie keer mis, man. Wat er gebeurt hier? What the freaking. En nu sleeping ik. Welke move deed je? Firefanging. Ja, die kan wel missing. Nou en, het is gewoon 90. Dus gewoon 9 op de 10 moet hij raken. Dat is wel waar. Dat is wel echt onzin. Oké, we gaan de electric fighting type even healen. Oh. Dat is niet erg. Jumpluff. En dan kan je nog healing jumpluffing. Haha, vuile beta. Zeker een vuile beta. Ik heb wel zin in een pizza. Ik ook. Jij stuurde mij een pizza, ik dacht lieving. Wie ik in? Nou, ik heb niet zoveel geld meer. Ik heb heel veel uitgegeven afgelopen maand. Heb je toevallig gamings gekocht? Ja. Rotten. Nee, ik heb niet meer gekocht dan dat ik de vorige keer had verteld. Daar heb ik niks mee gekocht. En nu is natuurlijk OV is mijn hele rekening aan het leegplunderen. Vuile bitta's. En ze wachten ook gewoon echt dagenlang. Dan de laatste keer dat je race was het ergens in december of zo. En dan komen ze in januari met oké, nu gaan we weer tientjes van je rekening afplunderen. Krijg lekker de tering. Mofo's. De Asodo Desert. Okay, als ik nou één aanval overleef. Dan kan je overleving. En dan doe je pats boemke booming en dan win je. Ja, want hij poisoned, dus dan is hij gone. Linkering. Beetje kut varken. Maar echt kut varken. It really cost me. Ja, je moeder. Zo. Rain dance. Maar daar heb ik helemaal niks aan. Maat, wat doe je helemaal daar? Ik dacht, hier is ook een desert. Dat klopt. Dan kan ik ook items fixen. Ja, fucking veel items. En ook yes. Items die je goed kan verkopen. Yes. Kijk,
op de softshell. Oh. Ja, softshell kan je ook even kopen, toch? Of niet? Ja, maar dan krijg je niet zoveel voor. Of is dat een move boosting item? Het is een move type boosting item. Daar heb je helemaal niks aan. Mm-hmm. Net als een Miracle Seed. Volgens mij heb ik in mijn OG game nog helemaal geen Miracle Seed gezien. Dus dat is wel vet. Sandal Claw. Daar heb ik dus helemaal niets in aan. Dit is wel mijn favoriete stad qua muziek. Die Water Gym. Lekker. Voor de mensen thuis, de volgende aflevering gaan we de gym en de cage match doen, ja? Yes, yes. Beloofd ding. Pinky. Net als dat ik deze vuile Murkrow flavors ga killen. Nee. Arme Murkrow. Oh, dat is een Pokémon. Toch wel interessant dat dit vliegende ding met een tutu aan, dat het dan een of andere struisvogel wordt. Ja, maar Pokémon evoluties horen ook niet te kloppen. Nou, olifant naar grote olifant met slagtanden. Nee. Kind of digging in that. Dat vind ik nog wel een beetje acceptabel. Iteming. Stardust. Oh. Soft Sand. Ik zat een Dark Souls Challenge video te kijken tijdens het avondeten. En die gast in die video gebruikt AI om de stemmen van de presentatoren van Top Gear te gebruiken in zijn video. Dus had hij zijn Dark Souls Challenge had hij dan eigenlijk getransformeerd in een Top Gear aflevering. Dat vind ik wel grappig. Ja, die gast is echt geniaal. Met zijn ideeën. Dus toen dacht ik, oh, dat deuntje wat hij gebruikt, is dat ook daadwerkelijk van Top Gear? Ja, het is van Top Gear. Nice. Dus toen dacht ik, oh, ik wil eigenlijk wel een beetje dat deuntje horen. Ben ik dat gaan zoeken. En toen zag ik, nadat ik het een paar keer had geluisterd, zag ik ineens een video van een soort van documentaire over Top Gear. Ja. En toen dacht ik, oh, dat wil ik wel gaan zien. Dus nu heb ik dat toegevoegd aan later bekijken. Lekker, man. Ja. Kijk, en ik denk dat morgen niemand gaat streamen, dus dan dan ga ik lekker die documentaire even zitten kijken. En nog even wat andere video's. Ik wil proberen om in ieder geval deze week onder de 100 te zitten. Lekker. Van laten bekijken. Ja, dan kan ik weer het een en ander inhalen. En dan, sowieso, ik was al bezig met video's van een half jaar geleden in te halen. Terwijl bij mijn video's ben je wel verder dan een half jaar geleden, toch? Ja, ben ik eigenlijk. Ik loop denk ik een paar weekjes achter. Maar dat is omdat je bijvoorbeeld een serie maar twee keer in de week uploadt. Mm-hmm. Dus ik loop denk ik een paar afleveringen achter. Met Wonder loop ik één achter. Met Zwerkbal wel ietsjes meer, maar. Wow, dat heb ik zo gedaan. Het is maar 20 minuten van mijn leven per aflevering. Precies. Wow, dat. Ik denk waarschijnlijk ga ik toch weer laat naar bed vanavond. Dus dan kan ik al een gedeelte van wat ik nog moet kijken bekijken. Geen shiny. Niet normaal meer. Soda popping. Wat wel echt kut is dat we zo meteen, als we dan iets verliezen, dat we dan een mon uit de box moeten halen van level 1 en dat we weer moeten gaan trainen. Ja, alleen als je dat met de rest bij de hand hebt, zeg maar, dan gaat dat op zich wel snel. Ja, dat is waar. Hup. Oh, de auctions die komen pas na gym 4? Ja, daar moet je eerst die man meenemen, toch? Daarvoor.
Oh ja, de gymleader met wat voor je de. Oké, ja, apart. Ik dacht misschien kon dat al. Dan wilde ik even kijken wat ze hadden. Eens even kijken, want ik kan me nog herinneren van de stream van. Hoe lang is dat geleden? 2 jaar geleden? Dat je hier surf kon krijgen. Maar ja, niet dat ik er heel veel aan heb, maar. Precies. Maar goed, dan heb ik dat alvast binnen. Dus sowieso ga ik geen surf leren aan Donphan. Dat. Kijk. Ik kan niet in die bootje springen vanuit het water. Dat is verschrikkelijk, King. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering: de gym leader en de cage match. Ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos.